Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers at Gear, het programma waar wij elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. Elke woensdag op YouTube, een dagje later. En nadat we de meubels hebben ontdekt, vorige week hadden we een super vette gaming chair, gaan we het nu weer hebben over een ouderwets, ouderwetse monitor. De Samsung CHG, de Curved HDR Gaming 70 monitor van Samsung. En ik wil direct met de deur in huis vallen, het is de monitor met de mooiste achterkant die ik ooit heb gezien, want jullie zien een mooi filmpje hiervoor, maar ik zie hierachter echt een vet beeldscherm van achter. Ja, ze hebben een leuk ledje in de achterkant gezet, waardoor het net lijkt alsof, een soort van, alsof hij powered is door een soort van... Nou, het is een beetje een Iron Man achterkant. Het heeft een beetje van Iron Man in midden. Het is die Tesla Core of zo die erin zit, ja. Trouwens, Curved HDR Gaming 70, ik weet niet of we dat goed hebben, die afkorting, maar het is een gigantische riedel aan letters en cijfers, maar we denken dat het daarvoor staat. En dat is ook wat erin zit. Dat is wel wat het is, want het is een Curved HDR gaming scherm. Ja, en ook nog één dingetje over de achterkant. Ik vind ook die staaf heel tof waar die aan hangt. Ja. En dat je hem daaraan ook omhoog en omlaag kan zetten. Ja, want ik dacht dus eerst, ik heb hem serieus een week lang thuis gehad. En ik dacht, die staaf die is heel statisch. Die kun je niet aanpassen. Want we hebben wel eens eerder Samsung schermen gehad, waarbij het scherm hing zoals het hing. En that's it. Maar in één keer, ik had zoiets van, oh, kan ik dit een klein beetje naar beneden duwen? Oh, dit is gewoon super, super verstelbaar eigenlijk. Je kunt hem ook helemaal op de grond zetten, zeg maar. En dan weet je meer dat je erop neerkijkt. Ik kan hem draaien. Ja, nou ja, dat sowieso, wie doet dat? Dat doe je echt alleen als je 5 van deze dingen koopt, zodat je ze om je heen, zo allemaal van die verticale schermen kan doen. Ja, dus voor mij is het heel belangrijk. Mad money. Dus de achterkant, dat is een... Wat is het voor scherm? Leg even uit. Het is de nieuwe lijn gaming schermen van Samsung. En Samsung heeft op zich altijd al hele fraaie monitor gehad, maar nu gaan ze zich extra toespitsen op de gamer. En dat doen ze dan niet alleen door Curve te gaan, want dat doen ze natuurlijk al langer, maar ze hebben dus ook een HDR-functie ingebouwd, dus hij is gewoon High Dynamic Range. En hij is 1440p, dus het is 2560 keer 1440p, dat is de WQHD-resolutie. Geen 4K, maar wel beter dan 1080. Ja. En hij is 144 Hz. En hij heeft 1 milliseconde response tijd en het is een LED-scherm. Kortom, hij heeft eigenlijk alles voor de zelfbewuste gamer. Het is denk ik het beste plaatje wat de gamer zich kan wensen. Als je nu op zoek gaat naar een nieuw scherm, je wil niet naar 4K, want dan heb je weer zoiets van, dan kan ik mijn games weer niet mooi draaien. Dan ga je hiervoor, want het is net iets scherper dan 1080p. Je hebt wel die 144 Hz frames per seconde voor, weet ik veel, als je je high-end Overwatch of CSGO wil spelen en dergelijke. En het is verder gewoon een heel vol kleurrijk scherm met goede achtergrondverlichting, want het is LED-based, dus nice. Ja, oké. High Dynamic Range. Er zijn bepaalde titels die ik op de PlayStation 4 Pro heb gespeeld en die wil je daarna niet meer anders spelen. Denk bijvoorbeeld aan NBA 2K18 of 17. 18. Echt, ja? Ja, die is echt heel veel mooier met High Dynamic Range. En bijvoorbeeld ook Watch Dogs en Horizon Zero Dawn. Ja, ik denk dat eigenlijk zou je pijler moeten zijn, die laatste. Maar nou ja, ik mag er toch een aantal voorbeelden noemen. Rune of 3. Maar bij PC-gaming heb ik er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Nou ja, het ding is natuurlijk dat consoles promoten heel erg met dat hele HDR gebeuren. Terwijl de meeste videokaarten dat al langer konden. En sterker nog, het zit ook ingebouwd in Windows tegenwoordig. Als je een HDR beeldscherm hebt, dan zie je gewoon een slidertje bij je instellingen van hey, wil je gewoon alles HDR? Dat kan gewoon. Maar wil je niet meer terug? Nou, het ding is, de HDR, ik ben op stream een beetje uitgevallen op het hele HDR gebeuren, want ik was het toen voor het eerst aan het testen en het bleek nog niet zo goed gekalibreerd. Dus het was gewoon poepdonker, alsof de achtergrondverlichting uit was gevallen, en that's it. Dus toen dacht ik van... Ik heb het idee dat het aan de calibratie lag. Ja, het was dus uiteindelijk een calibratieprobleempje en daar ben ik later ook op teruggekomen bij de volgende stream, want ik zoiets van, hey jongens, sorry. Ja, maar die hadden niet dezelfde kijkers, dus nu denken een aantal mensen, HDR's hebben niks. Nee, ja, ik zou ook sorry als ik mensen daar op een foute been heb gezet, maar nee, het is uiteindelijk, ik kan wel heel graag terug nog steeds, want soms wil ik gewoon iets meer... HDR is voor de leek, HDR is vooral een heel stuk donkerder. Okay. En dan enerzijds kan dat natuurlijk een heel stuk meer true to life zijn, maar andere momenten wil je gewoon een helder scherm dat je aan het werk bent of zo, weet ik veel. Ja. Het ligt er een beetje aan. Bij sommige games vond ik het heel fijn om HDR aan te zetten, andere games leken er nog niet zo heel erg goed op geoptimaliseerd en is het gewoon donker. Horen. We willen een game horen die je HDR moet spelen. Ik zou Overwatch HDR wel een keer willen proberen, al ben ik ook nog steeds wel voorstander van de overdreven felle kleuren en dat het iets meer in je netvlies staat, maar goed, dat komt dan ook van iemand die Overwatch gewoon heel fijn vindt. Dus ja, nou goed, daar heb je het. Maar verder, praktisch alles erop kun je HDR draaien. Dus als je dat fijn vindt en als je gaat voor dat hele High Dynamic Range gebeuren, dan is het wel fijn dat het scherm dat in ieder geval kan. Oké, wat vind je van Curved?
Curved, ik ben er al vaak op teruggekomen. Dit is trouwens een 1800R graden curve. Ik ben er vaak op teruggekomen. Ik vind het een fijn effect omdat je een beetje meer erin zit. Maar over het algemeen is het wel meer een stijlstatement dan echt dat je er... Nou, het is bijna virtual reality. Je zit er gewoon in. Nee, ja, precies. Met Curved heb ik altijd zoiets van, het is leuk. En inderdaad, het is een iets natuurlijkere kijkhoek. Maar het is niet iets wat broodnodig is voor alle schermen. Dus als je alles al hebt qua specs, maar je hebt het nog niet Curved, dan is er nul reden om over te stappen, zou ik zeggen. Maar het is inderdaad in het totaalplaatje is het wel weer fijn dat je er iets meer een kijkdooseffect, iets meer erin zit. Kabelmanagement is helemaal in orde. Ja, heel fraai. Ik zie dat het heel erg mooi is weggewerkt. Nee, ja, je kunt hier mooi achterop zetten een clippie en kun je mooi al die kabels even eroverheen snoeren. Is wel fijn, het werkt ook iets beter als je hem gaat verstellen dat je niet in één keer een kabel eruit jankt. En verder ook sowieso op die achterkant is niet alleen het ledje is heel mooi, de staaf is heel mooi, het statief is heel fijn. Maar het is ook fijn dat je op zich, ja, je kunt echt een klepje dichtzetten waar je dan al je kabels een beetje netjes weg kan werken. Vind ik persoonlijk heel fijn. Oké. Persoonlijk gebruik ik al jaren Samsung. En dat komt... Niet omdat ik ervoor betaald krijg, maar omdat ik het echt wil. Dat komt omdat ik het altijd heel betaalbaar vind. Ik vind de prijskwaliteit altijd helemaal prima. Oh ja, dat is, ga je met dit scherm misschien toch een beetje... Dat wordt de zure appel om doorheen te bijten. Oké, want wat is de price run? Deze, voor de 32 inch, is het €650. Wow, daar ben ik niet van Samsung gewend. Nee, ja, dit is dan ook wel het Quantum Dot display. Dus het is ook wel een beetje het paradepaardje. Ja. En je krijgt natuurlijk wel alles. Hè. Je hebt die hoge framerate, grotere resolutie, HDR, curved. Het is eigenlijk... Beetje de greatest hits van Samsung, dus dan weet je ook dat het een greatest hits prijs is. Dus €650. Ja, oké. Okay. Het is een dure investering, maar dan heb je wel een mooi scherm. Ja, dat is ook voor de gamer is altijd alles net even iets duurder. Ik moet wel zeggen, ze spitsen zich fantastisch toe op de gamer zonder tacky te worden. Okay. Zonder ordinair. Zonder een beetje in het design inderdaad heel ordinair te gaan. Want je hebt zoveel gaming schermen van rood en alle kleurtjes van de regenboog en zwart en lijpe vormen erop. En dan af en toe dan denk ik zo van jongens, doe even rustig aan. En Samsung doet rustig aan. Want het is gewoon een heel strak scherm, maar wel goed gericht op de gamer. Wel een Iron Man quantum ding. Ja, maar dat vind ik dan ook wel een soort van subtieler accent om te zeggen van we gaan nu met armor werken en kleuren en rood en een draak, weet je wel. Een schild hier nog op. Nou ja, weet je, we hebben een tijd terug dat Acer scherm gehad, wat aan de achterkant een soort van Halo spaceship was. Dit is gewoon iets subtieler en dat mag ook wel eens een keer fijn gevonden worden. Plus, het is niet edgeless, maar de rand is niet al te dik. Dus dat is fijn om te zien altijd. Wat is je final thought? De final thought is vrij simpel. Dit is gewoon een high-end scherm voor de gamer die all out wil gaan. Als je alle snufjes wil die de schermen voor nu voor de gamer hebben, dan zit je hier wel goed mee. Alleen, ja, daar betaal je dus wel €650 voor. Is aan de stevige kant, maar ik moet ook wel zeggen dat Samsung staat daar wel in zijn recht. Want het is een mooi scherm, het heeft alle snufjes. Ik vind nog steeds die subtiliteit van het allemaal vind ik gewoon fraai, dat het niet overdreven gamerachtig is. Het is gewoon een prachtig spul, maar ja, je moet het geld ervoor hebben. Dat is duidelijk, maar als je goed spul wil, moet je lappen. Ja, of doe net als Peter, lap 6 van deze dingen aan elkaar en dan heb je zo'n command center waar je in kunt werken. Allemaal curved schermen, verticaal. Put it up on the big screen. Geen Star Trek referentie? Nee? Nee, okay, daar hou ik niet van. Oké. May the force be with you.